Ja. Ik ga zo meteen oppraten, dus dan moet je even stil zijn. Hoor je dat, vet? Ja, okay. Mami. Goed zo, jongen. Oké. Teuge Radio, Papa Hotel, Alpha Victor Bravo. Goedemiddag. Alpha Victor Bravo, Teuge. Cessna 172, 3 POB voor een local 4-5 flight van 4-5 minutes or shorter. I don't know. Papa Hotel, Alpha Victor Bravo. Bravo, Roger. We hebben met 2-6 in use. Left hand circuit, paras en gliders. 26, left hand, paragliders active, Papa Hotel, Alpha Victor Bravo. Dankjewel, request kennen request bij de command is Kemper. Okay. Dan gaan we even kijken naar papa en Loon, die staan daar. Zie je dat? Die gaan zwaaien. Vet. Zie je ze bij het springkussen? Ja. Zie je dat, vet? Hier allemaal mensen aan het kijken. De vliegtuigen. Ja, maar mami, kijk, eigenlijk... ik hoor alleen maar andere mensen. Ja, die praten een beetje tegen opa. Dan weet opa wat opa moet doen. Oké, doei. Doei. En hou je mond, mama. Is goed, ik kan mijn best doen. Je kan niet echt naar boven, naar voren kijken. Dat lukt je niet goed, hè? Dat is te hoog, hè, voor jou. Ja. Ja, dat is jammer. Ja. Maar dat kan mama ook niet. Nee, maar ja. Wij kunnen gewoon lekker. Jij zit ook achter ons, maar kijk. Als ik pas 5 word, kan ik kijken. Oh, misschien als je 5 bent, dat je er dan overheen kan kijken. Ja. Maar dat is misschien wel een goeie. Wij kunnen lekker opzij kijken, toch? Ja, maar daar zijn alleen maar... Dan... Oké, doei. Doei. Dan gaan we hier heel even parkeren. Maar dan gaan we de motor er eventjes een flink goed testen, of die goed is. Ja, maar dat doet iedereen, toch? Ja, precies. Zo. Dat doet iedereen. Oké, dat vliegtuig gaat nu vertrekken. Ja. En wij gaan daarna. Alpha Victor Bravo is langer op de runway 26. Kom, we gaan. Nu gaan we stil zijn, hè? Ja. Oké, gaan we, hè? Ja. Alpha Victor Bravo is leaving the circuit. Hey. Hoe gaat het? Goed. Vet? Goed. Prima, jongen. Ik zie allemaal koeien hier beneden verder. Waar? De hele kleine daar, het hoekje om. Moet je goed kijken, die kleine dingetjes, allemaal koeien. In de weilanden. Oké, ik zie het niet, maar goed. Oké. Maar de huizen zijn zo klein dat het veel speelgoedhuisjes lijken verder. Ja. Maar wij zijn zo hoog. Ja. Ja, dat is een vliegtuig thuis hier. Ja. Ja, ook. Ja. Nou, gaan we een groot rondje of een klein rondje? Groot rondje. Ja? Alright. Ik vind het leuk. Bye bye. Prima. Aan die kant. Zie je daar een rivier? Ja. Met boten. Van jou over, kijk. Eigenlijk, ik weet niet waar we zijn, maar ik zie niet meer. Ik weet niet waar we zijn, dus. Nee, ik wel. Ja. Dat is de IJssel, maar we vliegen nou. Moet je eens goed kijken, er zitten ook bootjes in het water. We vliegen nou naar Zwolle. Ik zie een boot daar. Ja, goed gezien. Het is wel zo'n pointje, denk ik. Ik zie echt veel boten. Ja. Ja, lekker veel. Ja, veel. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boten. Ik zie ook 7 boten. Ja.
het altijd grappig om te zien dat je... Ik zie nog één boot. Oh ja. Maar zeg maar die schaduw op het land, ja. Daar ben je nooit zo bewust van als je er zelf bent, zeg maar. Nee. Maar nu zie je heel die plekken van die wolken. Ja, precies, ja. Veel weilanden hier nog. Ja, hè? Ja, en nog een weiland. Oh, ik zie nog twee boten. En het zijn wel 10 boten. Nee, 6. Iets zachter praten, iets zachter praten. We staan hier heel goed. Ja, we staan hier heel goed. Het gaat zo hard dat het een beetje pijn in mijn oren doet. Vind je het leuk, Fred? Verder? Vind je het leuk? Vind je het leuk? Wat? Vind je het leuk? Ja. Oké. Okay. Freddy, als je nu naar jouw raam kijkt, uit jouw raam, als je heel goed kijkt, ja? Zie je er allemaal treinen staan volgens mij. Konijnen? Nee, treinen. Treinen? Ja. Zie je die brug? Ja. Zie je daar ook allemaal treinen? Die zijn allemaal stil. Ja, het is lastig om te zien. Maar zie je de twee bruggen hier? 1, 2, eigenlijk 3 bruggen, ja. Nou, iets verder weg, na die rode brug. Als je naar die rode brug iets verder kijkt, dan zie je daar allemaal treinen. En hier beneden zijn allemaal schapen. Ja, maar die treinbrug, er waren alleen maar auto's bruggen. Ja, oh ja, hier zijn allemaal auto's inderdaad. Je kan hier allemaal gewoon huizen zien en bomen. Ja. Terwijl als je met een vliegtuig op vakantie gaat, dan zit je zo hoog in de lucht dat je bijna niks meer kan zien. Nee, je zo hoog ik alleen maar kinderhuizen zien. Ja, het lijkt alleen maar inderdaad speelgoedhuisjes. Ja. Maar het zijn echt mensenhuizen hoor. Ja, maar het lijkt als ze zo hoog zijn, kinderhuizen. Ja, het lijkt ook speelgoedauto's. Ja, maar ik weet hoeveel boten het zijn, maar 100.000 miljoen. Zijn er 100.000 miljoen boten? Ja, er zijn er wel veel, ja. En ik zie de snelweg verder. Wat? Ik zie de snelweg. Daar? Ja, precies, die grote weg. Snelweg? Snelweg. Snelle weg. Oh. Nou, dan gaan we weer langzaamaan naar het vliegveld terug. We hebben een groot rondje gedaan. Oh, ik ben aan het vliegen en de zon is nu pas gek. Van een of andere gek? Ja, van nu pas en de zon. Een beetje gek en oh. En we zijn hoog en luid. Doei doei. Oude zeehond. Oude moet hier rechtsboven moet hij eigenlijk nog een zweefvliegtuig daar. Ik zie hem wel. Hoger of lager dan ons? Hoger. Voor de wolk, nu zie je hem goed. Althans, ik denk dat het een zweefvliegtuig is. Ik zag hem. Alhoewel die gaat. Opa, ik zag hem. Dat is mijn info op Rotor Alfa de Bravo is Project Kreuk. Requesting Friction Change to Tegen Radio. Alfa de Bravo, dit is proef. Friction Change proef, Rotor Alfa de Bravo. Het is best druk, moeten we even kijken of we in kunnen voegen. Anders moeten we een rondje draaien. Waar is het vliegveld dan? Daar ergens. Oh. Slaap je?
Hij slaapt. Hij slaapt. Pop Hotel Alpha Echo Bravo is over het Sierra 720. Alpha Echo Bravo is door in midden aanwinter aan de wind 26 volstop. Downwind volstop. Turning final 26 volstop Alpha Echo Bravo. Ja, final volstop. Kijk, dit is 6, Papa Hotel, Alfred Bravo. Dank u. Hij slaapt. Ja, dat zei je. Nou, die mensen hiernaast ook voor die zijn nog een beetje te lachen. Lekker slapen, vriend. Weet je, was je in slaap gevallen? We zijn geland. Ik heb op de film staan, maakt niet uit.